Alles wat wij maken, relateren we ook aan zelf. Je wint je ergens over op. Of je bent zelf ergens ingetrapt bijvoorbeeld. Je bent je eigen hebzucht bijvoorbeeld geconfronteerd. En dan ga je daarover over nadenken. En dan kan het zomaar eens een theatervoorstelling worden. Vanavond in het bijzonder, de Follow the Money avond in Carré. Dan komt alles opeens, valt op zijn plek. En morgen breekt dan de revolutie uit. Nee, en dat komt, mensen, omdat wij geen vrije, onafhankelijke media meer hebben. Dat lezen jij en ik, hè? Het is 1% van het aanbod. Dat lezen zij niet. Dan moet u dat wel lezen. Op een dag hebben ze die stichting, dus de inhoud daarvan, de verzekeringsmaatschappij, verkocht aan Aegon voor 1,5 miljard. Ik dacht dat ik wel in een film terecht was gekomen, want dat geloof je gewoon niet. En toen hebben ze de statuten gewijzigd, toen gingen ze, werden ze een cultuurstichting. En bij Goed hoort ook dat als dingen niet goed gaan, dat je ook zelf daar verantwoording over aflegt. Het is natuurlijk geweldig dat we natuurlijk hier in een historische zaal staan en waar dan voor een groot deel het publiek uit leden van FTM bestaat. En dat is, dat is geweldig. En dat ook de voorstelling zelf natuurlijk ook nog eens een keer gelardeerd is met het werk wat wij afgelopen jaar hebben gemaakt.